Holy shit! Wow, dit is één grote ruzie geworden. Onze vrienden komen erbij. Dat ging dus even heel snel van 0 naar 100. What up iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb dus vandaag net mijn allereerste skateboard binnengekregen. Tada, dit is hem, achterkant, woep, voorkant. Ik bedoel, ja, ik heb een pennyboard, maar dat is toch anders. Maar goed, daarna ging ik dus even wat skatefilmpjes bekijken. En toen zag ik opeens dat er op YouTube heel veel video's staan waarin skaters ruzie hebben met andere mensen. Ik bekeek gewoon één video en yo, die shit bleek best wel leuk te zijn. Maar zoals ik al zei, er blijken heel veel te staan op YouTube. Dus vandaag gaan wij samen de rest even bekijken. Of nou ja, een deel van de rest, want er zijn er wel heel veel. Jullie weten hoe het gaat, oortjes in en let's go. Oké, als eerste hebben we een video waarin skaters ruzie hebben met een boze vader. Oh, het begint wel met een coole intro. Waar zal het dan misgaan? Tot nu toe lijkt alles nog goed te lopen. Oh, oké, daar is de boze vader. Oh, oh, hij touched. Wow. Holy shit, hij is agressief. Oh, what the fuck? Kijk hoe mij vastpakt bij de kraag. Holy shit. Wow, dit is één grote ruzie geworden. Onze vrienden komen erbij. What the fuck is er gebeurd? Dat ging dus even heel snel van 0 naar 100. Oh, oh, holy shit. Oh, hij is ontsnapt. De vrouw probeert hem nog tegen te houden, maar oh shit. Hij is zo agressief. Maar ik snap ook helemaal niet waar het over gaat. Opeens stond die guy daar en... Oh, what? Oké, volgens mij is hij een beetje afgekoeld nu. What the fuck? Het begon echt allemaal heel rustig met een intro muziekje. Rustig skaten. En opeens kwam die guy daar te staan en... What the fuck? Oké, in dit filmpje wordt een 13-jarige skater aangevallen. Waarschijnlijk door die man die nu aankomt lopen en gearresteerd. Huh? It was there when we got here. Which garbage can is that? It wasn't there when you got there. Yeah, it was just laying in the... No, die man's een outfit, though. Holy shit, dat kan echt niet. Kijk hoe die eruit ziet. Next time I call the sheriff. Hij heeft ook echt zo'n bierbuikje. Oh, holy shit. Hij is best agressief, toch? Hij sloeg me gewoon met zo'n bord, terwijl het echt zo'n kind is, ja. Oh, hij gaat de politie bellen. Shit, it's about to go down. Hij gaat de politie bellen. Stay here. Chris, this kid's staying here. Yeah, I got a bunch of kids playing. Oh, en hij redt weg. Oh, de politie is er. Of nou, de sheriff dan. Oh, nou oké, ik bedoel, die man heeft wel een punt dan. Ze zaten op zijn privéterrein te skaten. Ja, ik bedoel, ik snap hem wel een beetje, hoor. Do it now. Adios, all of you. What's your problem, huh? Nothing. You got some ID? How old are you? 13. Oh, wow. I'll push you off, put handcuffs on, and put you in my car. Oh, the sheriff is ook agressief. Where do you live? No, what did I do? Oh, en hij wordt meegenomen. Excuse me, ik weet niet wat hij deed. Hij werd opeens aangesproken. Hey, we're leaving right now. Please let go of my arm. You're trespassing. Oh, hij houdt hem hard vast. Hij kan niet weggaan. Ow! Oeh. Ah, oh, hij heeft hem in zo'n pijnlijke greep vast. You're supposed to leave and we're leaving. Adios. You guys are leaving. Why can't I leave, sir? Ah, oh, dat is zo fucked up. Ik bedoel, dat is wel een beetje te extreem, man. Auw, mijn arm! Beter hebben ze dit wel allemaal op film. Oh, dat is echt heel fucked up. Hij wordt nu naar zijn ouders gebracht. Ah. Ik bedoel, die man in het begin had het punt van... Ja, oké, ze moeten niet op zijn terrein skaten. Daar had hij helemaal gelijk in. Maar ik vind toch dat deze sheriff iets te extreem... Ja, handelde tegen die kinderen. Want ik bedoel, nadat hij het zei, wilden ze gewoon weggaan. En opeens werd hij vastgepakt. In een pijnlijke houding gegrepen. Zelfs handboeien omgedaan. En ja, het is helemaal fucked up. Oké, nu hebben we dan een skater die geslagen wordt door een moeder. Ik ben benieuwd hoe dit gaat gebeuren. Oeh. Oeh. Dat is fucked up. Oh, nu is de moeder daar dus. Oeh. Oh, wat gaat... Oh shit, ze gaat hem slaan. Oh, dat is de moeder. Oh, shit, oké. Oeh. Oeh.
Dat was nog een best harde klap ook. Eerlijk gezegd vond ik dat niet kunnen. Want die vrouw deed dan. Want die man kan daar niet heel veel aan doen. Het is gewoon een skatepark. Hij mag daar skaten. En dat er dan opeens zo'n kind heel roekeloos langskomt. En je hem per ongeluk raakt. Dat kan gebeuren. En ik bedoel, die man was nog helemaal zo van. Oh fuck, sorry kind, gaat het? Dus ik vind dat die moeder daar echt veel te extreem op reageerde. Want ongelukken gebeuren nou eenmaal. En wiens idee is het ook om een kind zo roekeloos rond te laten rennen op een skatepark? Een skatepark gemaakt voor skaten. Maar ja, goed, laten we doorgaan naar de volgende video. In deze video heeft een gestoorde vrouw. Een vrouw die. Ik heb de video even op pauze gezet, want ik kon niet eens beschrijven waar de video over ging. Want het begon gelijk al met een schreeuwende vrouw. Maar het gaat dus over een of andere gestoorde vrouw die de hele tijd schreeuwt naar skaters. Who gave you permission? Waarom schreeuwt ze zo? If you don't shut up, I'm calling the police now! Holy shit! Call 911 now! Call the police now! Okay, now give me the film and the camera! I've had it with you photographers! Ze wil de camera en ze wil dat de skaters zelf de politie bellen. Like, what the fuck? I'm tired of being beat up by people! My photographers! Ze raakt met de adem! People. What are you talking about? I want, and you threaten me! You come here all the time! I have never been here in my life. That's a lie! What? Ze begint dan iets minder te schreeuwen. Waarschijnlijk heeft ze niet genoeg adem meer of zo. Is ze gewoon moe? To me you did before. Waarom deed ze haar bril af? Like. Oké. Okay. You've been told before. Oké, okay, ze begint weer met schreeuwen hoor. Oké. Okay. Yes, I have! You come every couple of years and can't get away. Oh, ze schreeuwt steeds harder. What's your name? I'm calling the police. Ze zegt wel de hele tijd van, ik bel de politie, maar ze doet het niet. What's your name? Wat is jouw naam? I want the film, I want the camera. Tell me. Because you're not allowed to trespass, get away from me. Oh, ze zijn allebei wel best mee. You're one, trespassing. Two, illegal photographs. Three, you're not allowed. Het zou grappig zijn als die man nu keihard terug gaat schreeuwen. You grow up. You're illegal photographers, get out! Illegal photographers, excuse me, grow up, man, grow up. Illegal photographing, trespassing! Ik hoop dat ze ook nog eens gaan vechten. You wanna give me your name? So you explain your story? Yeah, Jeffrey. Jeffrey, what? Hamilton. Jeffrey, what? Zij is volgens mij echt niet helemaal 100, hoor. No, you understand the law, you take advantage. Alright, ja, zulke mensen heb je blijkbaar. Het grappige was dat ze op een gegeven moment gewoon vermoeid werd van al dat schreeuwen. Je hoort haar echt gewoon zo, bla bla bla! Bla, bla, bla. Oké, en dan als afsluiter hebben we geen skatefilmpje, maar een BMX-filmpje. Een vader wordt dus boos nadat een BMX-rijder tegen zijn zoon opknalt. En ik bedoel, ook al is het geen skater, het blijft wel een ruzie die wij gaan bekijken. Oeh, dat is wel fucked up. Oh, shit. Oh, wow! Holy shit! What the fuck? Die vader tackelt die BMX'er gewoon. In één keer, bam! Jezus. Oh, nu liggen ze allebei op de grond. Holy shit. Oké, dit is wel anders dan het vorige geval. Waarin die skateboarder tegen dat jonge jongetje aanknalde. Want dit was wel roekeloos gedaan door de BMX'er. Maar oké, goed jongens. Yo, dat waren eigenlijk alle filmpjes voor vandaag. Ik heb vandaag best wel heftige shit gezien. Heel veel vechtende mensen. Wat ik eerlijk gezegd niet al te veel verwachtte. Want ik had de video's namelijk uitgekozen aan de hand van de titel. En dat ze nou echt zo gingen vechten. Holy shit. Maar goed, like deze video als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, ik zou dan zeggen later. Yo. We'll be right back.